Hallo, leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe uitzending van U in de Wijk Zuilen. Vandaag in de uitzending, Fiorella die is aanwezig bij Benefitavond voor Rift Valley Marathon in Kenia. En dan Annelieke, die is aanwezig bij de buurtstroom en zij wil precies weten wat dat allemaal inhoudt. En tenslotte, wij zijn aanwezig bij de paasviering in Oranjekapel. Hier in de Oranjekapel in Zuilen is woensdagochtend een bijzondere samenkomst. Speciaal voor oudere Utrechters komen de Sint-Jacobuskerk en Kerk op Zuilen samen voor een kopje koffie, een paasviering en een lunch na afloop. Waarom komen mensen in grote getalen hierheen? De mensen zijn natuurlijk op leeftijd en ze zitten vaak alleen thuis. En dan vinden ze hier een beetje de gezelligheid om hier naartoe te komen. En zeker ook met de feestdagen, met de paasdagen. Hoe belangrijk zijn de paasdagen nog voor mensen? Voor een hele hoop mensen is dat een hele belangrijke punt. Want dat is dan het overlijden van Christus en de opstanding van Christus wat gevierd wordt. We zijn hier nu midden in de Stille Week. Een week waarin wij de weg van Jezus volgen door de duisternis naar het licht. Door zijn lijden naar de opstanding. Nu kijken wij al vooruit ook naar Pasen. En daarom steken wij de paaskaars aan als een teken van de aanwezigheid van de opgestane Heer. Ook hier in ons midden. Nou, ik vind het heel mooi te zien hoeveel mensen hier komen. En hoe zij elkaar kennen en hoe zij blij zijn met zo'n dag en bij elkaar te zijn. Hoe belangrijk is deze dag dan voor zo'n buurt als Zuilen? Ik denk wel heel belangrijk, want het is het samen zijn en het samen beleven van je geloof. En daar gewoon met elkaar mee samen op weg gaan. Dus, en vooral in deze wijk, omdat we dus van een andere kerk ook komen dat we samen moeten, is dit natuurlijk wel heel erg prettig. Dat het dus natuurlijk samen gaat en dat de mensen dan ook zich verbonden voelen. En daar is deze dienst denk ik toch wel heel, heel goed voor. Heeft u nog een mooie paasboodschap om af te sluiten? Paasboodschap om af te sluiten? Nou, dat het nooit zo donker is dat er niet licht door kan komen. Dus altijd in donker is ook licht. Dus je kan altijd weer opnieuw beginnen. We staan in het Hof van Zuilen en we gaan op bezoek bij een bewoner die zich heeft aangemeld om deel te nemen in een project met zonnepanelen op het buurthuis. En we gaan even vragen waarom ze daaraan mee wil doen. Het is hierboven. Wat heeft u doen besluiten om in te schrijven op het buurtstroomproject? Nou, we kregen een flyer hier en toen dacht ik van ik ga eens kijken, want groene stroom vind ik toch wel heel belangrijk. En dat kan hier voor mijzelf niet. Want u woont in een appartementencomplex? Klopt, ja. Klopt. En we hebben wel op zonnepanelen op het dak liggen voor de algemene dingen, maar voor ons persoonlijk kan het niet. Want waarom vindt u groene stroom belangrijk? Nou ja, we raken natuurlijk door onze energiebronnen heen en...
elektriciteit is natuurlijk ook niet altijd milieuvriendelijk. Dus ik denk van nou, ik vind milieu gewoon heel belangrijk voor mezelf en voor degene die na ons komen. En we staan hier bij het buurthuis. Op dit dak moeten zonnepanelen komen. Kan je nog even uitleggen hoe dat project er precies uitziet? Ja, het project heet Buurtstroom Buurthuis Zuilen. En er moeten 240 zonnepanelen op het dak gelegd gaan worden. Tenminste, dat willen we graag. En mensen kunnen daarvoor inschrijven en kunnen meedoen met één paneel of met meer panelen, hoeveel ze willen. Die mensen kopen dus een aantal panelen. En hoe werkt het dan precies dat ze die stroom ook zeg maar krijgen? Ja, ze krijgen niet direct de stroom, maar hun energierekening wordt lager. Je betaalt energiebelasting over je stroom en die hoef je dan niet te betalen. Dus de stroom gaat niet rechtstreeks naar je huis, want dat kan niet. Maar je krijgt wel op die manier de korting. En waarom zouden mensen meedoen aan zo'n gezamenlijk project? Nou, ten eerste is het natuurlijk zonnepanelen. Ja, groene stroom is natuurlijk hartstikke mooi. Goed voor de buurt, goed voor de planeet. En het is vooral gunstig voor mensen die geen eigen dak hebben. Die bijvoorbeeld huren. Of die wel een dak hebben, maar waar geen panelen op passen. Of niet goed, er zit een dakkapel in de weg. Of als je al zelf zonnepanelen hebt, kun je zelfs nog een aantal erbij kopen. Als je nog stroomverbruik over hebt. Nou, we staan hier dus bij het buurthuis waar zonnepanelen opkomen. U heeft zich ook ingeschreven voor een aantal zonnepanelen. Hoeveel zonnepanelen? Ja, we hebben ons ingeschreven, mijn vrouw en ik, omdat we groene stroom belangrijk vinden. We hebben er inmiddels 10 aangeschaft. Daarmee denken we een goede bijdrage te kunnen leveren aan de plannen die wij met z'n allen hebben. En als ik kijk naar wat de gemeente Utrecht als doelstelling heeft. Die wil zelfs in 2030 energie neutraal zijn. Nou, dan moet je ergens beginnen. En vandaar dat ik initiatief van Buurtstroom heel erg belangrijk vind. Want dat is een goed begin. En als nou iedereen daaraan deel zou nemen, dan komen we een heel eind waar we uiteindelijk willen zijn met z'n allen. Jullie zijn al een tijdje aan het zoeken, flyeren, informatieavond aan het houden. Nog steeds de helft pas verkocht, of al, ik weet niet precies. Ik denk dat jullie wel meer hadden willen hebben. Wanneer zeg je, het gaat misschien toch helemaal niet door? Nou, we hebben zelf gezegd van, we willen toch echt in een jaar, of een jaar en een maand ongeveer, willen we alle panelen verkocht hebben. Dus we hebben nu voor onszelf als deadline dat we ze in juni allemaal verkocht willen hebben. En als dat niet zo is? Dan moeten we naar plan B. Dus dan moeten we inderdaad kijken van nou, kunnen we het project toch verkleinen? Dat we minder panelen neer gaan leggen? Of is er nog iets anders te bedenken? Moeten we nog eventjes uitzoeken. Dus mensen die belangstelling hebben, die moeten eigenlijk even snel naar jullie website gaan? Ja, ja, dat is wel handig als ze op korte termijn dat even uit gaan zoeken. We zijn bij de benefitavond van de Rift Valley Marathon in Kenia. Dus we komen even kijken nemen. Die mij al wat langer kennen dan vandaag, die weten dat ik wel vaker rare fratsen uithaal op sportief gebied. Zo heb ik dus me inmiddels 6 keer ingezet voor de Europa Run met deze hele fijne mensen. En nu voor het eerst ga ik dus een iets ander avontuur aan. Nou Carlijn, is dat de Keniaanse Benefit Avond? Wat vind je ervan? Ja, het is overweldigend.
Ik ben echt verrast door het enthousiasme en de hoeveelheid mensen die er zijn. En er wordt ook gretig loten gekocht, dus het loopt goed. Een aantal weken geleden spraken wij ook over jouw initiatief. En toen was je nog een beetje laag met je crowdfunding. Hoe ziet het nu? We hebben hele sprongen gemaakt, kan ik wel zeggen. Ik ben toevallig vandaag bij de supermarkt geweest, bij de Boni. En daar heb ik de statiegeldbonnetjes opgehaald. En dat was maar liefst €508 wat daarin zat. Aan zowel contant geld als aan statiegeldbonnetjes. Dus dat was echt ook weer een ontzettend mooi bedrag. Zaterdag heb ik een workshop gegeven voor het goede doel. Dat heeft ook weer €800 opgeleverd. Nou, deze avond weer. Dus dan gaat het eindelijk een beetje lopen. Ik wens je heel veel succes. En ik hoop dat deze avond inderdaad wat komst opbrengt. Dank je wel. Ik denk dat het goed komt als ik dat zo zie omheen. Ja, ik zag dat u een aantal loters heeft gekocht. Ja. Verwacht u wat te winnen? Maakt niet uit. Al winnen we niks. Dat maakt toch niet uit? Nee, het gaat om het goede doel. Ja, het belangrijkste. Nou, wat vindt u van de actie van je dochter? Ik vind het fantastisch wat ze doet. Ik ben heel trots. En ik hoop dat ze het niet overschat wat ze op zich gehaald heeft. Want dat kan natuurlijk wel. Het is een monstermarathon, hoorde ik net. Maar dat schijnt ook zo te zijn. Dus, Wij zijn van de Eco-runners. Wij doen de Europa-run. Ja, hoeveel mensen zijn jullie hier gekomen? Wij zijn hier met 7 man, denk ik zo nu. Helemaal vanaf Apeldoorn? Vanaf Apeldoorn, ja. En dan komen er 2 uit Waddinxveen. En wat verwacht je van deze avond? Nou, ik hoop dat ze heel veel geld ophaalt en dat het heel gezellig wordt. Dit was het dan weer. Over 2 weken zijn we er weer. Wilt u alles terugkijken? Ga naar unewijk.nl. Heeft u items voor ons? Tips voor ons? Stuur het naar zuilen@unewijk.nl. Tot over 2 weken weer.